De aanwezigheid van zwarte representatie aan de Nederlandse hoven. Nou, dat zijn jonge bediendes, toch? Jong ook. Ze beginnen jong. Ze worden oud. En ze worden oud. Daar ben jij nu mee bezig. Dat komt in 2017 komt dat uit. Jij hebt je al publicaties ook al voor, hè? Over geschreven, voor gemaakt? Nee, wel dat paar zijn presentaties, maar niet over dat laatste. Niet bij, en aan, nee. aan het Nederlandse Hof, toch is dit? Ja. Bij de Oranjes. Bij de Oranjes, precies. Ja, de Oranjes. Daar, dat komt in 2017 uit, maar we kennen haar wellicht allemaal van Black is Beautiful. En dat was in 2008 in de Nieuwe Kerk, de expositie. Daar krijgen we nu onze lezing van. Van Esther Schreuder en daarna hebben we gesprek daarover en ook over, onder andere ook over zwart en wit. En dat doen we samen met professor Van Stipriaan, die ook al aanwezig is. Die voegt zich hier straks bij. Dus nou, een applaus voor Esther Schreuder en veel plezier. Dank. En hartelijk dank ook Nancy dat je me hebt uitgenodigd om terug te kijken naar Black is Beautiful. Het is alweer 8 jaar geleden. Dus het was best wel gek om deze week daar weer naar terug te gaan. Zeker omdat ik nu weer in een heel ander onderzoek verslingerd ben geraakt. Maar Black is Beautiful wil ik nu inderdaad kijken met de ogen van, zou ik het nu nog zo gedaan hebben als dat ik het toen heb gedaan? Zou ik dezelfde beslissingen nemen? En zo, nee, wat zou ik dan anders gedaan hebben? Dat is misschien wel een mooi uitgangspunt. En dan zal ik aan het eind ook een klein stukje vertellen over wat ik nu aan het doen ben. Dus nou, het hele project Black is Beautiful, dat toen meer onder de naam Zwart Verbeeld bekend was, begon eigenlijk toevallig, omdat ik samen met een kunsthistorica erachter kwam dat er een heel groot deel miste in de vertelling van de kunstgeschiedenis. En dat waren de vele verbeeldingen van zwarte mensen. In eerste instantie dachten we, nou, daar heeft vast iemand al eens een keer iets over gedaan. Maar er bleek nauwelijks onderzoek naar te zijn. Dus wel is er een boekje verschenen van Alison Blakely. Dat is heel erg lang het enigste boekje geweest, om het zo te zeggen, wat over de verbeelding van zwart in de Nederlandse beeldende kunst gaat. En er zijn de bekende boeken van The Image of the Black in Western Art. Dat kennen jullie misschien wel. Maar dat gaat over de hele westerse beeldende kunst en dat is heel erg groot, heel erg breed. Dus al snel, er was wel al een tentoonstelling geweest met een vergelijkbare insteek, wit over zwart. Velen van jullie zullen dat denk ik wel kennen, van Felix de Rooij. Maar dat zoomde in op de toegepaste kunst en de karikaturen daarin. Dat was mooi voor ons, want dan hoefden wij dat niet te doen, vonden wij. Want dan konden wij ons echt helemaal oriënteren op de high art. Nou, het onderzoek bracht heel veel verschillende prachtige schilderijen naar boven van grote meesters. En dat maakte dat de Nieuwe Kerk ook geïnteresseerd raakte van, nou, wij willen wel Rubens Rembrandt laten zien met dit onderwerp en dit thema. En daardoor kon ik onderzoek gaan doen onder de titel Zwart Verbeeld. Daar heb ik de vriendin waar ik mee begon is gaan promoveren. Dus ik ben toen alleen verder gegaan met dit hele project. En ik heb het toen al vrij snel gedownsized, om het zo maar eens in mooi Nederlands te zeggen, naar Nederlandse kunst, maar daar ook wel de Belgen erbij, omdat je dan ook Rubens erbij hebt. Dat is een ontzettend interessante kunstenaar op dit gebied. Geen karikaturen, dat was echt wel een uitgangspunt. En ook waardige mensen, dat was een keuze die ik wel heb gemaakt. Hierin. Slavernij kwam zeker wel aan de orde, maar dat zit vanzelf in de schilderijen die je zult zien. Het was niet een zoekpunt van we gaan zoeken naar slavernij. Nou, het geheel is toen jaren later, want ik ben in 2001 begonnen. 2008 was de tentoonstelling daar met een boek. Ik heb het bij me, ik kan het nog zo laten zien. Een film die geloof ik morgen ook getoond gaat worden. Zwart belicht van Tessa Boerman. Zij zoomt in op een aspect van de tentoonstelling, de 17e eeuw, de Gouden Eeuw. En nieuwe media was er die verdieping kon geven aan de schilderijen. En er was ook een website, maar die is nu niet meer in de lucht.
Het was echt een puur kunsthistorische tentoonstelling. Dus het is ook echt een typisch kunsthistorische indeling dit. Het oude wereld, dat zijn de verbeeldingen van Bijbelse verhalen. De drie koningen die jullie allemaal waarschijnlijk wel kennen. Maria, et cetera. Maar ook de mythologische verhalen, dat is ook de oude wereld. En ik heb daar ook de miniaturen bijgevoegd. Dat zijn dus de werken vanaf, ik denk dat het vroegste werk wat ik heb gevonden waarop een zwart personage stond rond 1300 was of zoiets. Dus dat is de 14e eeuw, dat is echt heel vroeg. Maar dat kregen we niet. Dat kregen heel veel niet. En dat was ook een uitgangspunt. We gaan alleen onderzoeken dat wat we wel krijgen. Want er is zoveel dat we ons daartoe gaan beperken. Nou, het tweede deel was de nieuwe wereld. Dat is natuurlijk wat nu de ontdekking wordt genoemd van Amerika. Het reizen naar Afrika. Daar zit natuurlijk de slavernij in. Maar ook de zwarte mensen die naar Nederland kwamen al heel vroeg. Wat we net ook hebben mooi kunnen horen over Amsterdam. Ik denk dat het zelfs nog vroeger was. En dan eindigt het, de tentoonstelling, met de moderne wereld. En dat is een draai rond 1900 dat de beeldende kunst van de Nederlanden zich gaat oriënteren op de beeldende kunst ook van Afrika en al die niet-westerse landen. En dat gaat incorporeren en daar weer zijn eigen dingen mee gaan doen. Maar ook dat zwarte mensen immens populair gaan worden, opeens heel hip en hot raken. Dan heb je de jazz en dat soort periodes. En het eindigde met hedendaagse kunstenaars. Vanaf dus zeg maar 1945 tot en met nu. En de laatste werken die werden opgehangen, die waren nog nat. Die waren van Iris Kensmil, die hier ook is. Die had speciaal voor de tentoonstelling 15 werken gemaakt, waarvan er 13 uiteindelijk zijn opgehangen. Dat waren memorietafels die overal hingen en nog een aantal andere werken. Ik laat nu een aantal dingen werken zien die ik heel bijzonder vond toen ik ze vond. Dit is de vrouw, dit is dus in de Bijbelse verhalen de vrouw van Mozes. Ik heb nooit geweten dat Mozes een zwarte vrouw heeft gehad. Maar inderdaad, als je de Bijbel erop naslaat, dan staat ze erin. Het is een interessant verhaal waar ik nu niet op inga, want anders ga ik veel te ver uitlopen uit mijn tijd. Daarnaast zien we de koningin van Sheba. Dat was een van de vele werken die we niet hebben gekregen, maar dat wilde ik toch laten zien in het kader van het archief. Zij geeft hier koning Salomo een kusje. Dat is ook het hooglied in de Bijbel. Hè? Dat gaat over een zwarte vrouw, denken vele mensen. En veel mensen denken ook dat het Salomo is die koningin Sheba bezingt. Een heilige Mauritius, dat is een heilige die nu eigenlijk geheel van het heilige veld is verdwenen. Omdat het een heilige van de keizers was en die hebben we niet meer. Hij is vooral heel populair geweest in Franse gebieden en Duitse gebieden, in Nederlandse gebieden iets minder. Maar ik heb toch, gelukkig, daar heb ik wel speciaal naar gezocht, Belgische werken gevonden waar die op stond. Het zijn miniaturen, zo groot, echt fantastisch. Die miniaturen, dat is echt een ontdekkingstocht op zich. Daar zitten zulke fantastische dingen in. De drie koningen die iedereen kent. Daar zijn enorm veel variaties op te vinden. Ze worden ook met allerlei verschillende achterliggende gedachtes gemaakt. Soms om commercieel, van wij willen veel handel met de hele wereld. Soms politiek, van wij willen vrede met de hele wereld. Dan kunnen ook die drie koningen weer symbool voor staan. Of inderdaad het christendom zal aanbeden worden door alle volkeren. Dat is de meest voorkomende. Hoewel, dat zeg ik niet helemaal goed, want in Antwerpen is het vooral, en daar zijn de meeste drie koningen geschilderd, is het vooral een commerciële betekenis, de drie koningen. Dus de wereld zal aankomen met al zijn cadeautjes. Dat wilde men graag natuurlijk. Interessante kunstenaars, er zitten heel veel interessante kunstenaars waar nog heel veel mensen heel veel onderzoek naar moeten gaan doen. Dat zit onder andere deze Jan Claudius de Kok bij. Wij hadden alleen het werk uit het Rijksmuseum wat helemaal rechts staat. Maar ik laat zien hoe groot thema het is in zijn werk. Ik laat er nog een paar werken van hem bij zien. Die kleine jongetjes, daar heeft hij er echt heel veel van gemaakt. En niemand weet nog precies wat ze betekenen. Dus daar is nog werk te doen. Wat zeg je? Rond 1700.
is dat. En ik denk eerlijk gezegd dat die jongen die op de tentoonstelling was, want daar ben ik iets verder ingedoken, dat hij een van de forten aan de Goudkust symboliseert. Misschien voor het lijdzaamheid, maar dat weet ik niet zeker. Want men weet het niet, omdat er ook nooit een inscriptie onder is gekomen. Maar ik moet aan mijn tijd denken. De slavernij als muze was een vrij groot onderdeel. En dan denken we aan de werken van Frans Post, onder andere, die mee is gegaan naar Brazilië, en Eekhout. En veel boeken waarin de slavernij verbeeld is, maar op een fijne manier, zal ik het maar zeggen, van gezonde mensen die het fijn vinden om hard te werken in de suikerplantages. Zo wordt het meestal verbeeld in de beeldende kunst, want men hangt die schilderijen op, dus het moet er natuurlijk wel een beetje prettig uitzien. Deze drie werken waren op de tentoonstelling te zien. Die zijn 3 meter groot, echt gigantische werken. Dit zijn, behalve de man met het geweer, waarschijnlijk zijn die 2 andere mensen zeker slaven geweest. Maar dat zie je er niet echt direct aan af. Er verwijst niet veel direct naar. Hebben we ook een heel aantal boeken laten zien, waaronder het boek van Stedman, John Gabriel Stedman. En dat hebben wij opengelegd op het boek, op de pagina die u hier links ziet. En omdat de meeste mensen denken dat Stedman antislavernij was, maar dat is een beetje een misvatting waarschijnlijk, want hij had ook zelf slaven. Dus hij was vooral tegen de slechte behandeling van slaven, maar niet tegen slavernij op zich. En daarom hebben we het opengelegd op een andere pagina dan de beroemde pagina's die bijna iedereen kent, maar op van dit echtpaar, omdat Elmer Colvin, die toen ook meehielp aan de tentoonstelling, vermoedde dat dit zijn eigen slaven waren. Dat weten we niet helemaal zeker, maar dat vermoeden we. Toussaint Louverture was ook in de tentoonstelling. En al die andere afbeeldingen die u ziet, ze hebben allemaal direct met slavernij te zien. Dat gaat allemaal direct over slavernij. Dit zijn de beelden natuurlijk die iedereen kent, maar die staan allemaal in dat ene boekje van Stedman. Er is niet zoveel te vinden van Grubelen, of er is eigenlijk nauwelijks iets te vinden in de beeldende kunst, in de high art, qua slavernij. Die gruwelen laat zien. Dus wel de slavernij zelf natuurlijk. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uitleg. Zelfde beslissing is gemaakt met Pierre Benoit, die vooral heel erg bekend is om de verkoop van slaven. Maar die hebben we dit keer heb ik zelf besloten om het open te leggen op deze andere grote pagina. En daar zie je marons die een tekort aan vrouwen hadden, volgens Benoit. Hij is degene die dit verhaal heeft opgeschreven. En daardoor vrouwen gingen weghalen van de plantages. Maar die vrouwen die wilden weer terug naar die plantages, want daar zat hun familie. Dus hun werden belletjes omgebonden, zodat de mannen wisten waar die vrouwen waren, zodat ze niet terug konden gaan naar de plantages. Ik vond dat, het was voor mij een heel nieuw verhaal. Ik vond dat interessant. Er waren heel veel bediendes natuurlijk, die komen het meest voor in de beeldende kunst. Dat is zeker zo. En dan zie je bijvoorbeeld aan dat detail wat ik eruit heb gehaald, de slavenband om die jongen zijn nek. En dat wil niet direct zeggen dat hij een slaaf is. Hij is het ongetwijfeld geboren of een tijd geweest voordat hij in dienst kwam. Maar in de Republiek is het twijfelachtig of die kinderen nog lang echt slaven zijn gebleven. Maar het was een modeattribuut. Dus het werd ook in Frankrijk, in Engeland was het een heel populair modeattribuut, net zoals de oorbellen. De trommelaars van Rembrandt, die heeft Rembrandt waarschijnlijk echt gezien in Den Haag. Dus niet bij hem om de hoek. En dan talloze andere bediendes. Heel veel portretten waren er, of studies van mensen. Daar is echt nog veel van terug te vinden. Dit was er allemaal niet. Ik dacht, laat ik dat ook eens zien. En dan laat ik niet eens de portretten van Rembrandt en Rubens zien. Dan gaan we naar de 19e eeuw. De hut van Oom Tom was een vrij grote sectie met 5 afbeeldingen. De helden, de mensen die toen werden gezien als helden, die voor het KNIL in Indonesië hebben, of toen Indië hebben gevochten.
die geworven werden in Afrika. En dan gaan we naar de hedendaagse kunst. Tonia Stieltjes, heel interessant verhaal. Vrouw, zij was de muze van Jan Sluiters. Heel goed bevriend met Mondriaan. Heeft waarschijnlijk op de barricades gestaan voor zwarte bediendes. Maar het moet allemaal nog uitgezocht worden. Dus er zijn nog heel veel geschiedenissen voor het zwarte archief. Voor het archief gewoon überhaupt te doen. En dan eindigde het met hedendaagse kunstenaars, waaronder zwarte kunstenaars, waaronder onder andere ook Iris Kentsmil, die, wat ik al eerder vertelde, die speciaal werken had gemaakt voor de tentoonstelling. Nou, er is ruimscheeps advies overal ingewonnen bij allerlei mensen. Daar heb ik even het lijstje van gemaakt. En de kritieken, daar hebben we echt, nou, althans de aandacht in de pers, die was gigantisch voor deze tentoonstelling. Echt nationaal, internationaal, tot en met Brazilië aan toe. Overal kwam men naar Nederland om deze tentoonstelling te bekijken. En de kritieken waren gemengd, moet ik zeggen. In Nederland waren vooral de grote intellectuele kranten vrij negatief. Ik heb er hier een paar staan. Internationaal was men een stuk positiever. Groundbreaking exhibition, toch leuk. Dat was ook een pagina groot in de Financial Times. En nou ja, ik ben ze nu allemaal weer, heb ik ze naar aanleiding hiervan weer eens teruggelezen. En dan denk je ook van, goh ja, zou ik het dan anders nu doen met de kennis van nu? En dan toch op een of andere manier. Denk ik, er zijn wel een paar dingen die ik anders zou doen, maar niet veel, omdat het echt die puur kunsthistorische invalshoek was. Maar sowieso, de teksten hadden duidelijker moeten zijn van wat we hier zien, wat zien we nou eigenlijk echt. En ik zou waarschijnlijk, oh sorry, ik ga te snel. Ik zou waarschijnlijk die twee boeken waar ik net even op heb ingezoomd, iets misschien wel op die pagina's openleggen die men hoopt te zien tussen aanhalingstekens. Ik heb ook brieven gekregen die mij bedankten dat ze niet te zien waren. Dus het is altijd een beetje te schipperen tussen wie wil je plezieren. Maar we hadden ons niet gerealiseerd dat men zo op zoek was naar die beelden van Stedman bij het verhaal van Zwart in de beeldende kunst. Internationaal die aandacht is voor mij op zich toch leuk geweest. Want ik werd uitgenodigd door het Du Bois Instituut, Harvard, om mee te werken aan The Image of Black in Western Art. Nou, een grotere eer heb ik nooit gehad. Het was echt geweldig. En het is heel leuk, want ik mocht daar dus schrijven over precies die periode waar Wayne Modest het nu geloof ik over heeft. Over de jaren 20 en 30 en over de periode dat zwarte bewustzijn, dat was niet de strekking van mijn verhaal hoor, maar dat kwam daar wel ook in voor, naar boven komt. Met Jan Sluiters, Tonia Stieltjes, Otto Huiswoud die hier naartoe komt en die een soort speelfiguur is tussen Nola Hatterman en Anton de Kom. En nou, fantastisch verhaal. Zoek het op. En waar ik ook achter kwam, pas jaren later, is dat Deborah Rillis, die nu de conferenties Black Portraitures organiseert, een vergelijkbaar onderzoek of tentoonstelling en boek heeft gemaakt, ongeveer tegelijkertijd, dus het hing in de lucht. Met ook een soort een positieve invalshoek, als je het zo mag noemen, op de verbeelding van zwarte mensen, maar dan puur in de fotografie. Dus dat was leuk om bij thuis te komen. Of om bij haar inderdaad dat te voelen. Dat zij dat ook daar behoefte aan had gehad om die tentoonstelling te maken. En nu ben ik bezig omdat ik merk dat heel veel mensen hele verhalen projecteren op die kinderen. Die kinderen die bediendes zijn naast de blanke dame of heer. En men denkt dat ze zielig zijn. Enfin, er wordt van alles op geprojecteerd, maar niemand weet het echt hoe hun leven was. Nou zijn er twee jongens, redelijk goed gedocumenteerd bij de Oranjes, Cupido en Sideron. En ik heb toestemming gevraagd om onderzoek te doen in het Koninklijk Huisarchief. Dat heb ik gekregen. En daar ben ik nu al 3 jaar mee bezig. En ik kan in ieder geval zeggen over hun, dat zegt
misschien iets over de andere kinderen, maar helemaal niet alles. Maar dat zij zijn, één van hun is zeker in slavernij geboren. De andere in ieder geval kort slaaf geweest natuurlijk, want het zijn cadeautjes die op iets van 6-jarige leeftijd aan Willem V zijn cadeau gegeven. Maar daarna krijgen ze een vrij goede opleiding. En ik kan ook wel zeggen dat uit de meeste documenten blijkt dat ze tamelijk, het is natuurlijk nooit helemaal goed uit te zoeken, gelijk behandeld werden met hun witte collega's en behoorlijk carrière weten te maken. Ze blijven dan ook hun hele leven aan het hof. Ze hebben pensioenvoorziening, gratis medische voorzieningen, wijn elke dag, nou ja, enzovoort. Dus ja, waarom zou je ergens anders naartoe gaan? Dat was het eigenlijk. Dankjewel.